Ik ben Roderick. Mijn volgende stap is om meer te gaan genieten van het hardlopen. Het presteren los te laten. Meer leuke races te gaan lopen. En mezelf daarin uit te dagen. Ik ben 2 jaar geleden begonnen met hardlopen. Toen zei mijn vriendin van ja, volgens mij ga je het echt onwijs leuk vinden om hard te lopen. Zij wilde de marathon van New York gaan lopen en toen ben ik met haar mee gegaan. En ben ik die ook gaan lopen. Dat was mijn eerste marathon afgelopen jaar, de marathon van New York. Sindsdien heb ik er nog eentje gelopen in Rotterdam. Ik loop eigenlijk omdat ik niet meer zonder kan. Ik weet niet of het stofje is aangemaakt of dat ik het nodig heb om te ontspannen. Maar mijn hoofd is wel echt helemaal leeg als ik heb gelopen. Ja, en ik vind de natuur heel, heel erg mooi. Ik loop hier in Mijndel aan het strand. Dat zijn de mooiste plekken. En daarbij vind ik het ook echt leuk als ik op vakantie ben, ga ik altijd mijn hardloopschoenen mee. Niks is leuker dan een nieuwe plek te ontdekken, zeg maar hardlopend. Het is voor mij de ontspanning, de ultieme ontspanning. En daar geniet ik enorm van. Voor mij is de volgende stap om weer een marathon te gaan lopen. En eigenlijk om te kijken of ik er 1 tot 2 per jaar kan lopen. En dat de komende 5, 6 jaar om dat lekker vol te houden. En te zorgen dat ik daar elke keer eigenlijk naar een bizarre mooie plek kan om te lopen. Dus marathons in het buitenland is voor mij de volgende stap.